Dag allemaal, hier weer het tweede filmpje van Atalanta en heer Pomenes. Nu regel 605 tot 609. Hij is aan het zeggen van, heer Pomenes is aan het zeggen tegen Atalanta dat hij echt wel een groot iemand is. Hè? Dus ik ben het wel waard om tegen te strijden. Nam qua mihi genitor megareus ongestius, illi est Neptunus avus, pronepos ego regis aquarum. Neke weer tuski tragenus est. Namco is gewoon nam, want voor mij, est moet je ellips, hè, moet je est aanvullen, is de genitor, de verwekker, oftewel de vader, megareus van Ongestus. Lees nog heel veel door, daar kom ik nog even op terug natuurlijk. Illy, voor hem, ook een dativus, is Neptunus. De opa. Ik, Zoom, ben de pronepos, dat is de achterkleinzoon, regis van de koning, aquarum van de wateren. Oké, dus dat zit als volgt in elkaar. Megareus is mijn vader. Voor hem, koning van Ongestus, de koning van de stad Ongestus in Boeotië. Zijn vader heette ook Ongestus, die wordt verder niet genoemd in deze opsomming. Maar dat is maar duidelijk zijn via deze term. Ongestus betekent van Ongestus. Dat betekent ofwel koning van Ongestus, ofwel zoon van Ongestus. Maar dat is hetzelfde in principe. Voor hem is de opa Neptunus. Dus Neptunus is de opa, de grootvader van Megareus. Ik ben dus de achterkleinzoon van de koning van het water, van de wateren. Oké, snappen we de lijn van afstamming. We zitten nou stilistisch verder in elkaar. We eerst even grammaticaal natuurlijk. Voor mij is, voor hem is, enzovoort. Natuurlijk een dativus possessief, dus kan je zeggen ik heb of is van mij of zoiets dergelijks. Hè? Mijn vader is of zijn opa is, enzovoort. Hier heb je geen verbindingswoordje, hier ook niet, dus het is een asymptoon. Bovendien zijn het eigenlijk 1, 2, 3 dingen die daar genoemd worden in die opzoeming. Dus het is eigenlijk een soort trikolon, dat wordt niet eens opgeschreven, maar het is wel zo. Het is een enjambement, dat hier Ilia aan het eind van de zin staat, maar het loopt echt nog even door. En je hebt te maken met een chiasme. Waarom? Hier heb je Ili. Zeg ik het nou echt goed? Even kijken hoor. Ja. Illi Neptunus avus pronepos ego. Regis aquarum erbij. Dus eigenlijk avus en pronepos, dat is eigenlijk het naamwoordelijk deel van het gezegde steeds. Hè? Dus Neptunus is de opa, of ik ben de pronepos, de achterkleinzoon. Dat is het naamwoordelijk deel. Neptunus is het onderwerp hier, en hier is ik. Ego, het onderwerp. En dan heb je daarvoor nog een andere bepaling, namelijk de dativus, possessivus, de bezitter. En hier genitivus, is ook een soort van bezitter. Dus dat staat er weer aan de buitenkant. Dus eigenlijk is het A, B, C, C, B, A. Nog een ingewikkeld chiasme. Hij doet het steeds gewoon eigenlijk precies in de omgekeerde volgorde. Terwijl het hier niet helemaal omgekeerd was. Dus daar is het niet aan de orde. Doet het natuurlijk om het spannender en interessanter te maken, hè, Ovidius. Het is niet voor niks, als het ware. Maar dan nog eventjes niet alleen over zijn afstamming, wat heel belangrijk was, maar ook over zijn, ja, wat voor persoon hij is. Nec virtus qui tragenus est. En niet is, mea moet je aanvullen, ellips, mijn virtus, mijn deugd, mijn moed. Quitra, letterlijk zoiets als, ja, ik denk niet echt kleiner dan, maar zo kan je het interpreteren, is kleiner dan mijn genus, mijn afstamming. Oftewel, het niet doet mijn deugd, mijn moed onder voor mijn afstamming, mijn geslacht, mijn familie. Dus mijn geslacht is iets heel groot, mijn familie, mijn afstamming is iets heel erg belangrijks. En mijn moed is niet minder groot. Dus je kunt ook zeggen, nec quitra, dat heb ik nog niet eens bijgeschreven, maar dat bedenk ik nu twee plekken. Het is eigenlijk een soort lithotes, hè? Je ontkent het tegenovergestelde, als het zegt van, het is quitra genus, het doet onder voor mijn geslacht, voor mijn afstamming. Moet je zeggen, het doet niet onder voor mijn afstamming. Dus dat is eigenlijk een soort lithotes daar.
ontkenning van het tegenovergestelde. Dat is wat dat betekent. Dus ik ben ook heel erg belangrijk. Dit allemaal hè, in de trant van, het zij in de mogelijkheid dat ik van jou win, dan hoef je je niet te schamen, want ik ben een groot iemand. En dan is het wel op zich heel eervol om daarvan te verliezen. Maar, zo winkar, het zij als ik overwonnen zal worden. A is futurum, R is passief, ik. Ik overwonnen zou worden, verslagen zou worden door jou. Dan zul je hebben, gewoon de S voor jij en B voor het futurum. Dan zul je hebben, hippomen en victo, nablatief is absolutus. Hè, dus letterlijk met de overwonnen hippomenes, oftewel nadat of omdat hippomenes overwonnen is door jou. Mag je erbij denken, omdat je over jouw hippomenes overwonnen hebt. PPP van Vinker ook hier zo. Wat zul je dan hebben? Een grote en memorabele, oftewel vermaarde, gedenkwaardige naam. Reputatie uiteraard. Hè? Mooie alliteratie. Magnuet memorabile nomen. Allemaal M. En natuurlijk dit Anja-moment hier zo nog. Erbij. Dus, hij probeert er zo over te halen. Laat mij toch tegen je racen. Als ik win, dan is dat geen schande. Want ik ben een fantastische kerel. Ik heb een grote afstamming. En ik ben heel erg veel dapperheid en moed en deugd enzovoort. Ik kan goed hard rennen, weet ik veel. Ik ben een echte man. Maar als je me dan toch verslaat, dan is des te groter jouw eer. Dat is wat ongeveer hier staat. Laat zij zich daarvoor overhalen of niet. We zullen het zien. Tot de volgende keer.